Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, het is dinsdagavond. Welkom bij PSV TV. Vandaag een selectiespeler van PSV op de bank. Staat eigenlijk nooit op het veld, maar zit wel heel vaak op de bank om te gamen. Vandaag alles over e-gaming. Mijn gast vandaag is Romal Abdi. Welkom, Romal. Ja, dankjewel. De eerste e-gamer van PSV, misschien wel een van de eerste van Nederland. Hoeveelste optreden op tv is dit voor jou ongeveer? Volgens mij de derde of vierde, maar ik hou het niet echt bij. Nee? Dus ja, het is wel spannend allemaal, maar... Daar komt veel bij kijken, hè? Het is niet alleen maar gamen. Het is een heel bestaan eromheen. Ja, er komt heel veel media nog bij kijken, maar ja. Ik ben het inmiddels wel een beetje gewend nu. Ja? Ja. Vind je het leuk ook? Het is nog wel een beetje onwerkelijk hoe snel het allemaal gaat, maar het is zeker leuk om dit allemaal te ervaren. Ja, ja. Sinds een paar maanden dus echt bij PSV. Ja. Laten we heel even kijken naar hoe dat eraan toe ging. De aanloop naar dit hele moment toe, zeg maar, naar Romal Abdi als e-gamer. Ik heb maar 2 uurtjes geslapen. Ik heb nog nooit zo slecht geslapen. Ik lag 10:30 in bed, maar ik keek 2 uur op mijn horloge. Het was 2 uur 's nachts. Gesprek met Marcel Brands en Toon Gerbrands. En wie had dat ooit gedacht dat je met die twee in gesprek zou hebben? Hele mooie dag, mooie ervaring. Des te mooier dat ik het ben, geworden. En, ja, je hoort het ook een beetje aan mijn stem, die is een beetje schor, maar geweldig. Een jaar lang gratis stroom en gas. Nou, stroom heb je nodig voor je PlayStation. Ik denk dat we straks de mooiste shirt van de wereld mogen bedrukken met mijn naam. Ja, enorm trots. En, ik kan het nog steeds niet goed bevatten. Spelers zoals Ronaldo en Romario hebben hun naam achter op deze shirt gehad. En mijn naam komt er straks op te staan. Enorm trots. Ja, het is toch super tof dit? Ja, als ik dit weer terugzie dan... Ik krijg weer dat trotse gevoel, komt wel naar boven. Ja, hele procedure ging eraan vooraf. Wat moest je allemaal doen? Je moest op sollicitatie, maar je kreeg ook een medische keuring volgens mij. Ja, ik mocht echt op sollicitatie bij Toon Gerbrands en Marcel Brands. Dus dat was echt een unieke ervaring, maar dat ging goed gelukkig. En, daarna de medische keuring, shirtpresentatie. En, het was wel een show. Ja, het was zeker een show, ja. Maar was het noodzakelijk om jou op al die gebieden een beetje te testen of... Ja, ik vond het zelf wel leuk. Ik weet niet of het echt noodzakelijk is. Ik denk toch wel voor een club als PSV. Die willen natuurlijk weten of je de clubwaardes kent. Of je echt een PSV'er bent. Ja. En goed bij de club past. Ja, je bent dan sinds eind november ben je echt een soort van gecontracteerd. Betekent dat ook dan dat je in dienst bent bij PSV? Ja, het zit zo dat ik momenteel nog werk. En met PSV zijn we altijd gaan kijken naar een situatie van... Waarin ik meer uren in de e-gaming en de e-sport kon investeren. Ja. En het ziet ernaar uit dat nu wel is gekomen. Want ik kan nu ook in deze uitzending vertellen dat ik per 1 maart me volledig kan focussen op e-sport. Echt waar? Ja. Je gaat je baan laten vallen en je gaat hier proberen je werk van te maken. Ik heb vorige week mijn contract opgezegd bij Samsung. En ik ga hier echt mijn werk van maken. Want je had een supergoeie baan daar. Ja, ja, ik had wel een goede baan. Ja. Ja. Dus dan geloof je echt in de wereld van e-gaming. Ja, ik zie het vooral als een hele grote kans die ik heb gekregen en die wil ik optimaal benutten. Ja, nou, we gaan straks verder praten. We gaan eerst even kijken naar dat andere voetbal, gewoon op een normaal veld. Dit is PSV Vandaag. Een ladder en gekleurde schoenen op de hertgang. Dat betekent dat deze man zich kan uitleven. Fysieke trainer Egid Kiesau begeleidt, zoals gebruikelijk, de uitgebreide warming-up van de A-selectie. Alleen Siem de Jong ontbreekt in de groep van Philippe Cocu en werkt een eigen programma af. Voor de rest lijkt iedereen klaar voor speelronde 23, zaterdagavond thuis tegen NEC. Ook jong PSV-trainer vandaag, Pascal Jansen, werkte samen met onder meer Mark van Bommel, Jurgen Dirks en André Ooyer. Jong PSV is bezig aan een goede serie in de Jupiler League met 9 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Maandag pas staat de volgende wedstrijd op het programma.
Dan komt NAC Breda naar Eindhoven en die wedstrijd wordt gespeeld in het Jan Lauwer Stadion van FC Eindhoven. Ja, hoe zien je dagen eruit? Veel trainen ook, net als de selectiespelers? Ja, ik denk voornamelijk dus per 1 maart dat ik echt heel veel uren moet investeren in trainen. Dat is ook echt nodig. Ik heb de Eredivisie nu ervaren. We hebben 2 opnamedagen gehad. En dan weet je ook waar je staat. Ja? Ja. Dacht je dat je heel goed en groot en ver was? Of? Nee, dat niet per se. Maar je wilt wel weten van oké, hoe ver ben ik en waar sta ik precies? Ja, ja. En dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt dat de concurrentie is, heel hoog is. Ja. Echt enorm. Maar je kent ook wel veel gasten, denk ik, uit dat wereldje. Omdat je allemaal ik ken wel veel zit. Jongens... Vooral 3-4 jaar geleden nam ik ook deel aan FIFA-toernooien. De afgelopen 3 jaar heb ik daar geen tijd meer voor gehad. Ook vanwege met name doorwerk. Maar die jongens die zien nu allemaal terug bij verschillende clubs. Dat is wel mooi om te zien. Ja, ja, dat is geweldig. Hoe zou je jezelf omschrijven als speler? Je werd een beetje vergeleken met Jorrit Hendricks, hè, volgens mij. Ja, die vergelijking maakte Guus. Maar ik kan me daarin wel vinden. Ik ben een beetje een controlerende speler. Ja. Ja, effectief met mijn kansen omgaan. Nette, maar ook een nette jongen, past bij de club. Jongen die hard wil werken. Ja, qua karakter lijken ook wel op hem inderdaad. Een nette jongen, Sjort ook wel. En, ik vind dat moeilijk om over mezelf te zeggen, maar ik ben een hardwerkende jongen en altijd positief zijn. Ja, waarom e-gaming? Waarom bij een club als PSV? Laten we even kijken wat de manager marketing en media daarover zegt. Nou, wij proberen vooral via e-sports een doelgroep te bereiken die doorgaans wat moeilijk te bereiken is voor PSV. Een doelgroep tussen de, laten we zeggen, 14 en 25 jaar, die met heel veel andere dingen bezig zijn. En we zien ook in de bezetting in het stadion bijvoorbeeld, dat daar in die leeftijdsgroep zit daar een klein gat. En die proberen we eigenlijk via e-sports, via content rondom e-sports te gaan te blijven binden aan PSV. Merk je dat dat aanslaat? Ja, dat merken we dat het aanslaat. Ja. Onze e-sporter, Romal Abdi, die plaatste zijn eerste YouTube-video. En die werd binnen een paar weken tijd 70.000 keer bekeken. Dus als je het vergelijkt met de samenvatting van PSV op YouTube, dan komt dat heel eind in de buurt. Dus heel populair. Bij een club als PSV hoort topsportmentaliteit, hoort bovenin meedraaien. Nou ja, als PSV zijn hebben we natuurlijk altijd prijzen binnen bovenaan staan. Maar e-sport is voor ons helemaal nieuw. Het heeft echt een fanbelevingsdoelstelling. En dit seizoen gaan we gewoon kijken waar we uitkomen. En volgend seizoen gaan we met elkaar kijken van hey, kunnen we een sportieve doelstelling daaraan gaan ophangen. Toen wij met Rommel aan de slag gingen bijvoorbeeld, wisten we nog niet eens zeker dat er een e-divisie ging komen. En wat de andere clubs gaan doen en wie ze gaan aanstellen. En hoeveel tijd hij eraan kan gaan besteden, want het is nog steeds geen fulltime job voor hem. Dus ja, daarin als we ambities hebben, moeten we elkaar ook gaan zorgen dat hij daar tijd voor krijgt om zich te ontwikkelen en de strijd aan te gaan met de concurrentie. Ja, en er is veel concurrentie. Is er enige vergelijking te maken met de competitie zoals de normale Eredivisie of geldt dat allemaal niet? Nee, je kan het op geen enkele manier met elkaar vergelijken, denk ik. Nee. Dus weet je, in een werkelijke competitie heb je begrotingen, topclubs hebben gewoon meer te besteden, betere spelers kunnen zij aantrekken. Maar in de Eredivisie spelen we met de Ultimate Team, zoals dat heet. Ja, dus dat betekent ook dat er een Neymar bijvoorbeeld in je team zou kunnen staan. Precies, ik speel niet met PSV. Iedereen kan zijn eigen team samenstellen. En de jongens die een goed team hebben en ervaring in e-sport. Ik noem hem Brian Hessing van Heracles en Danny van Excelsior. Ja, dat zijn de kleinere clubs in het echt. Maar die zijn heel goed, hè? Maar die draaien mee in de top van de Eredivisie. Ja, want Excelsior staat 2e bijvoorbeeld, Heracles staat 3e. Jij hebt tegen ze gespeeld. Hoe kijk je terug op al die wedstrijden? Ja, voor mij is het tot nu toe een teleurstelling. Dat geef ik eerlijk toe. Ik had er meer van verwacht. De Eredivisie is voor mij eigenlijk een beetje te vroeg gekomen. Zoals ik net zei, per 1 maart ga ik echt... Mijn volledige focus op de e-sports. Dat kon ik tot nu toe nog niet doen, omdat ik nog een 40-urige werkweek had. Ik was laat thuis, ik kon weinig voorbereiden. Het is tot nu toe een teleurstelling, maar wel een leermoment, zeker. Voor volgend seizoen, want dan gaat het pas echt beginnen voor mij. En die competitie is nog lang, want er worden net zoveel wedstrijden gespeeld als in de normale Eredivisie. Dus daar kan nog zoveel gebeuren natuurlijk daar. Je hebt wel gewonnen ook van Heerenveen. Het is goed dat je dat zegt, de competitie is lang, maar het zijn 3 opnamedagen. Ja. Dus het zijn eigenlijk nu even momentopnames. Dat vind ik nu nog wel jammer. Ik zou het veel fijner gevonden hebben als het echt wekelijks gespeeld zou worden. Ja. Dan
is het niet de vorm van de dag of wat daarbij komt kijken. Ja, dat snap ik heel goed, ja. Snap je ook dat mensen toch wel een beetje zoiets hebben van, ja, past dit nou bij topsport wat die gasten doen? Er stond bijvoorbeeld in het AD een column van journalist Sjoerd Mansour, die zegt, ja, het zijn eigenlijk een beetje computernerds. Dus, ja, het komt een beetje neer als een competitie die ten dode is opgeschreven. Snap jij dat? Ja, ik snap wel dat veel mensen daaraan twijfelen. Maar veel mensen onderschatten dat. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je heel gezond moet leven om echt aan de top mee te kunnen doen. Je moet gezond eten, je moet fit blijven. Ja, dat speelt allemaal mee. En veel mensen denken dat het vooral achteroverleunen is, pizza eten, snacks en ondertussen een beetje gamen. Maar leg je dat jezelf op, dat je gezond moet eten, dat je een gezonde leefstijl moet hebben? Of is dat iemand die jou daarin ook begeleidt? Heb je een coach bijvoorbeeld? Nu nog niet. We zijn nu een traject begonnen. Misschien dat het gaat komen, dat weet ik niet. Ja. Maar het is nu vooral dat ik daar zelf op moet letten. Ja. En weet je, ook bij darten, dat veel mensen vinden dat topsport. Ja. Maar het is niet echt lichamelijk of fysiek dat je daarin iets moet doen. Maar het is wel hier heel wel veel zitten. Trainen. Mentaal moet je heel sterk zijn, vooral mentaal. Ja. En, ik vind het zelf wel gewoon, misschien niet topsport zoals voetbal, maar wel gewoon sport. Ja, ja. Zou je het fijn vinden om zo'n coach te hebben? Iemand die jou begeleidt? Ik heb wel gemerkt na de eerste twee opnamedagen dat ik dat wel nodig had. Ja, dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Maar dan merk je toch wel dat mentale spelletje ook heel erg belangrijk is. Ja, ja, ja. Wij maakten even een rondje langs de selectiespelers van PSV. Oh, gaaf. Misschien hebben zij nog wel wat tips voor jou. Kijk even mee. Volgens mij gingen wij eraf met penalties. Dus Simon en ik, toen we 4-4 speelden. Maar... Ja, heb jij nog vragen? Nee, ik geef hem één tip. Hij moet over de zijkanten blijven spelen met de voorzetten. Want dat is toch de makkelijkste manier om doelpunten te maken bij FIFA. Ik denk dat hij mij beter tips kan geven. Ik hoor dat hij heel goed is. Dus, Wat zou je van tip willen hebben dan? Ik ben niet zo goed met verdedigen. Daar mag je me wel bij leren. Ja, ja, werk aan de winkel. Je moet die gasten helpen. Ja, het is toch onwerkelijk als je dit zo ziet. PSV-spelers die over jou praten, maar... Ja. Ja, ik wil ze heel graag helpen. Ja, voor hun ben jij een grote jongen in deze wereld. Nee, dat zijn mijn grote jongen. Mijn helden, dus... Maar zou je ze wat tips kunnen geven? Of zou je bijvoorbeeld weer tips van hun kunnen gebruiken? Hoe werkt zoiets? Ja, tuurlijk. Weet je, ik voel me niet dat ik de beste ben. Elke tip is welkom. Ik weet dat de echte voetbalspelers ook heel goed in FIFA zijn. Ja, want je hebt tegen Luc en Siem de Jong ook gespeeld. Ja, en die waren heel goed. Die waren heel goed? Ja, die konden wel een potje ballen en... op de console. Verbaasden ze jou? Nee, ik had het wel verwacht. Ja. Ja, ik weet wel dat... Die gasten het veel spelen, zeg maar. Nee, dat niet. Maar de algemene indruk, en dat heeft iedereen wel, dat de echte voetbalspelers ook gewoon goed zijn met het spelletje FIFA. Ja. En dat bevestigt ze wel. Ja, alleen Bergwijn wil nog wel dat je hem komt helpen met verdedigen, want dat vindt hij lastig. Ja, dat doe ik graag. Dat doe je graag. Ja. Goed, we gaan even naar de wedstrijd van afgelopen vrijdag. FC Dordrecht kreeg Jong PSV op bezoek en er was een hoofdrol weggelegd voor Sam Lammers. De weersomstandigheden waren verre van ideaal afgelopen vrijdag in het Riewal Hoogwerkerstadion in Dordrecht. En ook de start van Jong PSV was niet echt ideaal te noemen. Want dit gebeurt na 7 minuten voetballen. De trap is van Alvin Daniels en dan staat het 1-0 voor de thuisploeg. FC Dordrecht dus. Maar lang kan er niet genoten worden van die voorsprong. Want dit is Sam Lammers. De weg naar het doel is dan nog ontzettend lang. Het veld, u ziet het, is slecht. Maar de controle van Lammers is perfect en ook het schot is dat. En dan staat het 1-1. Vervolgens wordt de wedstrijd gestaakt. Wordt er gerust, wordt het veld schoongeveegd voor zover dat mogelijk is. En na rust vallen er meer goals. Ditmaal de assist van Lammers en de treffer van Matthias Verret. Prachtig doelpunt. En na 64 minuten voetballen leidt Jong PSV. Maar dit is dan weer 8 minuten later. Van Brugge, Jurjus, wie pakt de bal? Allebei niet. En Joël Thomas, hij zegt, ik scoor en ik zorg voor 2-2. Kwartier van tijd, dit de laatste noemenswaardige actie van de wedstrijd. En wat voor actie, Sam Lammers met zijn tweede. Jong PSV wint met 3-2 van Dordrecht. Ja, echt een berg sneeuw op dat veld. Zulke omstandigheden heb jij nooit last van natuurlijk. Nee, je kan het wel nabootsen in FIFA. Ja, dus kun je dat serieus? Dat je sneeuw op het veld hebt, maar...
Geweldig gedaan van die jongens. Maar dan wordt het ook moeilijker voetballen, zeg maar. Dan wordt het ook daadwerkelijk lastiger. Ja, dan glijdt de bal wat meer door. En oh, dat merk je dan ook echt? Met de oranje bal? Zijn de spelers wat minder goed? Ja, dat merk je wel. Ja, dat kan je zelf instellen. Dat kan je zelf instellen. En soms als je een potje tegen vrienden speelt. Dus je kan in de instelling zelf alles wijzigen. Maar je kan het ook automatisch instellen. Dan is het weer ook automatisch. Dan kan het zo zijn als het vandaag sneeuwt dat je wedstrijd in het sneeuw moet spelen. Ja. Met welke spelers speel jij het liefst? Welke spelers zet jij het liefst in je team? Gewoon algemeen, niet alleen PSV-spelers. Ik denk toch wel Ronaldo, Gareth Bale. Ja? Het zijn toch wel de twee toppers in het spelletje. Ik heb nog een Toti Pack voor je. Weet je wat het zijn, Toti Packs? Team-of-the-year packs, ja. Dat zijn spelers volgens mij die je met punten kan behalen. Want dat is ook weer een compleet nieuwe wereld. Ja, Toti Packs is dan één keer in het jaar. Dat zijn echt team-of-the-year spelers. Maar je hebt ook nog, volgens mij bedoel jij gewoon packs openen. Dan kan je spelers packen. Ja. En die kan je dan gebruiken in je ultimate team. Die koop je met punten, koop je die spelers en maak je een pakketje open. En dan komt er een speler uit waarvan je niet van tevoren weet wat voor speler erin zit. Precies. En soms ben je dan heel blij, omdat het een waanzinnig goede speler is, toch? Ik heb volgens mij gezien dat het... Ik heb jou met Robbie packs zien openmaken. Ja, dat was gaaf om te doen. Ik heb ook een pack voor jou. Mag de eerste eraf pakken. De eerste, even de andere kant. Even omdraaien. Ja, dan mag je die eraf pakken. Je hebt... Fabregas. Ja, is het een goede of niet? Moi. Maar daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Het is geen slechte speler. Ik zou hem zelf wel gelijk in de transferlijst zetten om te verkopen, want die gebruik ik niet. Die gebruik je niet? Oké, volgende. Ja, daar word je wel blij van. Hier word je wel blij van, toch? Ja, Hazard. Goede speler, behendig. Dat zijn wel de spelers waar ik het liefst mee speel. Dus op de flanken. Die kunnen een actie maken, hebben snelheid. Ja. Kunnen ook goed schieten, dus. Ja. Daar word ik wel blij van. Dan heb ik of een onwijze klungel op die kaart staan, of deze gaat echt jouw dag maken. Ik had hem net al gezien. Oh, je had hem net al gezien? Nou, draai me om dan. Ibrahimovic. Ja, die ga je niet verkopen, toch? Die had ik ook in mijn filmpje gepakt. Je zag mijn reactie in het filmpje. Ja, toen was ik echt onwijs blij. Dan word je helemaal gek, hè, als je die hebt. Ja, dat is een dure speler. Je kan ervoor kiezen om hem te behouden voor je team. Of je kan hem verkopen. Ik heb hem zelf verkocht. Ja. Omdat ik daarvan betere spelers voor mijn team kon halen. Dit wordt zo goed bekeken ook, hè? Die packs openmaken, jouw wedstrijden, de E-divisie, dit is de toekomst. Ja, ik heb heel veel vertrouwen in dat het gewoon groots gaat worden. Ja. Je merkt dat nu echt aan alles, ook de E-divisie, hoe vaak dat wordt bekeken. Alle aandacht eromheen, hoe dat leeft bij de supporters. Dat is gewoon geweldig. Goed. We zijn bijna ten einde van deze uitzending. We gaan even kijken wat er morgen in PSV-TV zit. Morgen kijken we naar PSV onder 19 tegen FC Utrecht. En we hebben ook een uitgebreide reportage over oud-PSV-speler Timmy Simons. U bedankt voor het kijken tot zover. Alles over e-game. Als je nou meer wil zien, waar kunnen ze jou dan volgen? Je hebt een eigen kanaal en je kan ons op het YouTube-kanaal van PSV nog veel zien. Ja, natuurlijk. Ik ga per 1 maart ga ik echt veel content creëren op YouTube. Dus RomaAbdi89. Ja. En, je kan alles in de gaten houden op mijn Instagram en Twitter-account. Ja, en bij ons komt natuurlijk ook ontzettend veel voorbij over de prestaties van RomaAbdi. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.